tot en met 13 maart wordt die gehouden in het Paul Expo, de salon van Genève. Maar hier tussen de vuilnis, het toeleveranciersdok, staat een deur open. Ik ga wel vast even kijken. Hallo. Dat is niet helemaal de bedoeling. Kijk, hier staat het een en ander. Daar, onder doeken. Dan gaan we gewoon alvast even een rondje lopen. Kijken wat er te zien is, stiekem. Er zijn eigenlijk niet zo heel veel. Je ziet het hier al, hè. De boel ingepakt. Maar we gaan ook wel wat auto's tegenkomen die uitgepakt zijn al, lijkt me. Ja, zou dit hem dan zijn, hè? De Giron. Nee, dit is hem niet. Dit is gewoon een ordinaire Veyron hieronder. Nagen, hè, wat een werk dat is, hè. Normaal, dan zie je zo'n beurs. En dan is het mooi. Klaar, stand staan er, auto's staan er. Maar jou is het natuurlijk niet voor mogelijk dat daar kilometers bedrading hangt. Lampen. Weet ik veel hoeveel meter tapijt. En dat moet allemaal de hoogte in, het moet neergelegd worden. Na een tijdje moet het ook weer weg trouwens. En hier bij Ferrari, dit is hem alvast. Oh, we mag niet filmen van die meneer. En dan filmen we niet, hè. Het is natuurlijk nog... Later is er een onthulling, dus ja, moeten jullie even naar mij kijken. Of heel stiekem nog even, heel stiekem nog even. Kijk. Aan de overkant bij Ferrari, daar staat Jeep. En ja, wat heeft Jeep aan nieuws? Nee, niet zoveel. En wat doe je als je niet zoveel nieuws hebt? Dan tooi je gewoon wat ouds. Dit is leuk, hè? Woody, Wagoneer. De SUV, prachtig ding wel, zou ik maar eigenlijk wel willen hebben. Ja, gewoon voor dagelijks gebruik, ze zijn alleen niet zo heel goed schijnt. Jullie weten het, hè? SUV, SUV, SUV. Elke autofabrikant moet een SUV hebben. Nou, bij Ferrari doen ze dat niet, maar wat hoort bij Ferrari? Maserati. Waar staat Maserati? Stevast, naast Ferrari. Hier, achter dit doek, staat de Levante. Maar... er staat daar ook een hele boosaardige beveiliger met het doek in zijn hand. Dus ja, dat gaat nog even niet lukken, denk ik. Oh, nu misschien een glimp. Nee. Over de dagen zijn dat Rolls-Royces daaronder en dan rechts van mij. Wordt vast een beetje geoefend door McLaren. Auto-onthulling is natuurlijk volgende dag, maar dan oefenen ze altijd van tevoren. Hier dus, zeg maar. Grappig toch? En niet zo heel veel bijzondere dames hier, dat doen ze niet echt meer aan op Genève. Maar bij Volkswagen hebben ze wat goed te maken. Blijkbaar staan er toch weer een paar. Op autovisie.nl kun je later deze week de meeste modellen zien. En dan in dit geval dus niet de automodellen, maar de dames. De dames. We hebben de cameraman Patrick Johannes, die kan dat heel goed. Die zoekt dan de beste modellen op, legt ze vast, monteert dat en dan kunnen jullie dat bekijken. In het kobaltblauw klassen Range Rover. Ja, en dan bij Mazda. Dan hebben ze blijkbaar maar één kleur al jaren. Op al die beurzen, altijd die auto's die zien in het rood. Dat is leuk, maar op een gegeven moment moet je wel even veranderen natuurlijk. Dan gaan we eventjes naar Ferrari. We hebben net weggestuurd. Kijken of we er nu wel wat kunnen zien. Ik moet aan om te helpen, want dat hoeft er niet. Er is wel wat te doen, hoor, overal. Het is inmiddels einde middag. Kijk, kijk, kijk. Kijk hoe lang het nu duurt. Nou, er staan er nu meer, dus dat moet goed komen. Hier de Lusso onder het doek. En hier eigenlijk ook, maar nou, niet onder het doek.
eigenlijk wel jammer dat hij er zo staat. En niet met de achterkant naar het publiek. Hè? De achterkant van deze auto is eigenlijk waar het een beetje om draait. Station, vierwielendrijving. Leuk, hè? Het is dat ze het weg is, dat Genève. Nou, het weg. Hè? Als je een beetje van autorijden houdt. 850 kilometer vanaf het midden van het land. Maar het is zeker een beurs die de moeite van het bekijken waard is. Het is eigenlijk, vind ik, de leukste beurs. Dit trouwens is ook leuk, hè? Kaan. Dat kennen jullie wel. De Tuner. Van Range Rovers en Land Rovers. Maar ja, ik vind het zeker de leukste beurs. Het is namelijk overzichtelijk, het is compact. Dus het is allemaal fatsoenlijk aan elkaar te lopen. En er staan, ja, wat ik dus al zei, heel veel van die gekke merkjes. Van die onbekende merken. Klassiekers ook, trouwens. Keurig al voor elkaar, de boel. Bij de firma Brabus. Bij Brabus bouwen ze niet alleen nieuwe auto's, tunen ze niet alleen auto's, maar conserveren ze en restaureren ze ook bijzondere klassiekers. Dat is hun handel. Nou, dat was hem dan. Vanaf Genève.